Yo, wat up mensen van mijn kanaal, oftewel Rotjoch, mijn naam is Dylan, oftewel Rotjoch. Welkom terug bij een nieuwe Minecraft Factions. Jongens, voor mij een tijd geleden ik Factions heb geüpload. I know, I'm very sorry. Maar, we zijn weer even terug om weer te gaan te spelen. Want heel veel kijkers van mij zijn natuurlijk van Mindtopia heen naartoe gekomen. Maar die weten niet dat ik eigenlijk ook een Faction serie heb. En eigenlijk ook een Faction server type A. Alsjeblieft deel, laat het niet vergeten zijn in de edit. Alsjeblieft, sta beneden onder mijn webcam. En in de beschrijving van het YouTube van mijn IP van mijn server van Factions. Dus we gaan eens even kijken hoe we het allemaal gaan fixen. Alright, goed. Laatste, ik ga eens even set home acro. Van acrobatics. Want vorige keer, ik ga even mijn home laten zien. Dit is mijn home, zo ziet het eruit op het moment. En hier was ik gebleven. Even kijken, zit er iets in die chest? Nee, is leeg. En daar zitten 5 meloentjes in, dus die kan ik zo meteen mooi verkopen. Even kijken, hier ook iets. Dit is ook nog aan het groeien allemaal. Dus ik moet even andere dingen doen. In ieder geval, wat ik vandaag ga doen is even een trainer maken. Want heel veel kijkers wilden graag... zeiden vertel, je moet even trainers gaan maken. En ik ga vandaag beginnen met een acrobatics trainer. Dus dat gaan we even fixen. Hoe doen we dat? Ik heb daar dit gemaakt hier midden. Een eilandje midden in het water heb ik even gefixt. Heel snel. En hierop ga ik mijn acrobatics trainer doen. Heb ik een home gezet. /home, spatie acrobatics. Acro. En hier ga ik iets bouwen. Dat heet acrobatics training. Heb ik geleerd van iemand van de server. Van Sensei heet die gozer. Dus we gaan het fixen. Wat je moet doen is eigenlijk heel simpel. Je gaat 1, 2, 3, 4 en de vijfde zet je hierop. Nou, ik zet dit even op 1 neer. Dan kan ik het makkelijker doen. Dan ga je eentje naar achteren. Hup. En dan ga je weer omhoog bouwen. 1, 2, 3, 4 en de vijfde is een glowstone. Een glowstone hoeft niet per se. Het kan ook gewoon normaal zijn. Maar ik vind het wat leuker eruit zien natuurlijk. Dat vind ik wel wat cooler. En dan gaan we weer 1, 2, 3, 4. Hups, oké, F5. Ondertussen ga ik even met jullie praten over 3, 4, 5. Kut, het is best wel irritant. Want eigenlijk wil ik met jullie praten. Fuck it, maar eentje niet glowstone. Ik wil eigenlijk met jullie praten, maar het is heel lastig om zeg maar te tellen. Want het is best wel moeilijk. Dus zeg maar 1, 2, 3, 4 en de vijfde deze. Maar ik wil even met jullie hebben over Mindtopia. Ik weet dat heel veel kijkers jullie komen speciaal voor Mindtopia. Heel veel hebben daarop gesolliciteerd, zeg maar, op Mindtopia. Ze hebben maar gesubscribed voor Mindtopia, maar... Mijn kanaal draait niet alleen om Mindtopia. Ik doe meerdere dingen. Zoals onder andere dus Factions en Skywars en League of Legends. En van alles doe ik hier. En heel veel kijkers erbij. Oh nee, je moet Mindtopia doen. En ik wil graag bij je werken. Nou, maar dat is een beetje stom, zeg maar. Weet je wel? Dat is niet wat ik leuk vind. Want ja, ik vind het heel dom. En vooral ga je geen sollicitaties onderplaatsen van Mindtopia. Want dan ga ik je juist expres niet accepteren. Want dan ben je toch een dombo. Ja goed, we gaan gewoon weer verder. 1, 2, 3, 4. En dan wil ik het eens even een beetje over hebben van... Ja, naast Mindtopia doe ik ook nog andere dingen. Weet je wel, van... Ja, ik ben ook nog een andere ding op YouTube aan het doen. En niet alleen maar Mindtopia. Dat is pas iets nieuws. En ik vind het hartstikke leuk. Ik heb een hele gave rol natuurlijk. Ik heb heel veel geld. Dat vind ik hartstikke top. Maar het is niet het enige wat ik wil doen de hele tijd, snap je? Het is niet wat ik super leuk vind, omdat jullie heel daarom gaan zeuren. Het is gewoon echt verschrikkelijk irritant namelijk. Dus alsjeblieft, doe het niet meer. Oké, 1, 2, 3, 4, 5. Ondertussen ben ik alweer een heel stuk hoger gegaan, dus dat is wel lekker. 1, 2, 3, 4 en 5. Nou, goed. In ieder geval, wat je dus gedaan hebt, je gaat 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ik ga het even laten zien, want ik ben natuurlijk, want ik fly, ik ben YouTube mode, ik ben YouTuber, dat mag dat. Iedereen met 10.000 YouTubers of meer mag dit. In ieder geval, dat gaat dus zo. Je bouwt hier rustig alles 5 hoog. Tik, 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 tik. Helemaal omhoog helemaal. En als je dat dan hebt, dan kan je hier gaan trainen in acrobatics. Want in Minecraft, zeg maar, in Factions, wat ik tenminste heb. Weet je wat, ik ga ook even mijn shaders aanzetten. Sommige mensen willen graag shaders. Dat vonden ze heel leuk. En alleen, oh, ik heb een verkeerde. Dus ik kan geen shaders aanzetten. Helaas, ik zit op andere versie nu. Nou, in ieder geval. De bedoeling is dus om hier dus de hele tijd van af te gaan springen. En zo je acrobatics te trainen. Want op Factions heb je hier, zie je MCM most stats. Daar kan je zien, zeg maar, om levels. Om zo beter te worden in PvP en dat soort dingen. Zo bijvoorbeeld als je acrobatics traint, voor mij is het nu level 16. Als je die gaat trainen steeds, krijg je minder fall damage en dat soort shit. Dus dat is hartstikke tof allemaal. En dat gaan we dus oefenen. Nou, dan kan je eigenlijk als je wil, wat het beste is om te doen dan, dat je hier een home set. Dus als je hier bovenop staat, dat je hier /set home. Acro gewoon, top, hoppakee, en dan ga je. Dat is echt heel simpel. Oh, moet ik wel fly even uitzetten, anders doet hij het niet. Tik, tik, kijk eens. Acrobatic skills increased bij 1. Hup, hup, en zo ben je het aan het levelen. Level 19 alweer. Alleen val ik bijna dood. Top, nou, helemaal goed. Ik heb naar beneden gesprongen en ik heb 1, 2, 3, 4 levels omhoog gegaan. En zo train je die shit, dus /home
Acro, dan gaan we het gewoon opnieuw doen. Het is hartstikke simpel allemaal. Dus je gaat gewoon epic eten. Ja. Ja, oké. Voor de good sake of de video. Normaal gesproken mag ik dit nooit doen natuurlijk. Want dat is niet eerlijk. Doe ik het alleen omdat ik anders de video heel lang gaat duren. Dus dan ga ik gewoon weer nog een keer doen. En dan springen zo. Hup. Achter elkaar. Naar beneden. Hartstikke top. Boom. En zo ben ik al even 22. En zo ga je het gewoon blijven trainen. En zo zijn er ook meerdere dingen om te trainen. Dus heb jij iets waarvan je denkt van deel. Ik vind dat je dat echt moet gaan trainen. Want dat is hartstikke leuk als je dat gaat trainen. Zeg het dan. Dan ga ik het even voor jullie doen. En dan ga ik het voor jullie oefenen. What the fuck? Zit hier nog een beest voor iemand? F. Ik ga het even checken hoor. F map. Lijkt wel alsof iemand hier iets gebouwd heeft. Zie je dat? Hier onder de grond. Nou. En dan ga je weer omhoog. Het is echt heel simpel allemaal. Home acro. Ben je weer bovenop. Ik zit echt snel mijn Skype geluid hebben. Blijkbaar heb ik die. Het is iets nieuws van Skype als je inlogt. Dat je in één keer weer alles hoort. Maar zo ga je dus je acrobatics trainen. En zo kan ik veel meer dingen trainen. Dus heb jij nog een leuke trainer van hey Dale, je moet dit gaan trainen van je MCMO. Zeg het dan. Dan ga ik het zeker doen. Binnenkort ga ik ook een stel even raid plaatsen. Dan ga ik even raiden met een paar gasten. Een paar vrienden van me. En dat is zeker wel even leuk om te doen. Want heel veel mensen vinden dat ook leuk als ik ga raiden. Dus dat ga ik voor jullie zeker ook weer even gaan doen binnenkort. Dat jullie even kunnen zien hoe ik aan het raiden ben. Want dat vonden jullie toch hartstikke gaaf eigenlijk wel. Dus dat is wel tof. Ja, in ieder geval deze trainer is af. En dat kan ik eigenlijk honderden keren achter elkaar doen. Maar dat is niet zo leuk om voor jullie om te zien. Maar in ieder geval, zo werkt dus eigenlijk een trainer van Acrobatics. En sommige gasten, jongen, die gaan doen het echt uren achter elkaar. Even kijken wat ik in mijn chest allemaal heb. Ik heb sorry appels, ik heb hero appels, ik heb lava buckets, ik heb obsidian. Dus eigenlijk ben ik binnenkort gaan werken op mijn home. Mijn home zelf zit op zich wel topje uit. Alleen, je mag wel wat meer, met meer dingen bij. Binnenkort ook even een XP farmpje maken. En ik weet dat deze niet heel goed loopt, maar fuck it, YOLO. Ik heb toch de eigen hoeveel money heb ik eigenlijk? Ga eens checken. Ik heb 23.650 money. Dus dat is niet heel erg weinig of zo. Dan ga je naar de spawn. Dan kan je eigenlijk naar de shop kan je kijken voor spulletjes. Want de server is normaal gesproken heel erg vol. Ik neem het nu op om 12 uur 's middags. Dat houdt in dat alle kijkers nog, iedereen nog eigenlijk op school zit. En dat houdt in dat het dus dat het best wel rustig is. Maar normaal gesproken rond de middagavond is de server meestal helemaal volgepropt met mensen. Iedereen wil graag eigenlijk op deze server spelen. Want het is best wel een goede faction server. Het gaat ook hartstikke goed. Mensen hebben het heel erg naar hun zin. En dat vind ik allemaal wel top allemaal. Goed, eens even kijken. Hoe gaan we dit fixen? Je hebt ook iets van het nieuws. Dat hebben we laatst gedaan. Dat is de arena. Ze hebben 24 uur stream elkaar gedaan. De warp, de arena duurt alleen een beetje lang. Het is een beetje een langzame warp. Dat weet ik nog. Kijk eens. Op z'n oké. Wat we hier wel eens doen, zijn van die evenementen. Ik ga het even laten zien. De game mode 1. Dat vind ik wel even leuk. En kijk, dan ga ik het even laten zien. Het ziet er zo uit. Het is hartstikke gaaf allemaal. Het is gewoon een arena. Waar ik dan twee factions in stop. Of een team van twee of een 1 tegen 1. En dan kan je gear of money van elkaar winnen. En dan zeg ik, oké, we spelen voor 10.000. De winnaar moet de andere 10.000 betalen. En zo kan je dus inderdaad hele vette bets hebben. En hele vette shit tegen elkaar. Dat is echt super cool. Even night vision aan. Dan ga ik de arena even in. Zo, helemaal toppie. En je kan dus zien, dan ga ik hier een team in plaatsen. En ik kan hier een kit uitkiezen. Je hebt hier drie kits. Je hebt namelijk de... Even kijken, je hebt drie kits. Je hebt de Arch kit. Je hebt de kit warrior en de kit tank. Nou, je klikt op de tank en dan komt in één keer in de arena als tank. Dus dat is wel heel erg tof. Dat is heel goed gefixt door degene die het gebouwd hebben allemaal. Dat vind ik super dope. En dan heb je ook verschillende klassen heb je gewoon. Dat vind ik hartstikke tof. En we hebben in de 24 uur streamen heel veel battles gehad. En het is heel erg gaaf. En de evenementen op de server gaan ook hartstikke lekker. Wordt af en toe ook gewoon random gehouden. Niet eens door mij, maar ook gewoon bijvoorbeeld door de mods. Ook door de andere owners, Smiling the Dead. En dat gaat hartstikke chill. En binnenkort gaan we ook de server upgraden. Dat er meer mensen op de server kunnen. Dus dat gaat allemaal hartstikke lekker met de server. Alleen maak iets te weinig video's erover. Want heel veel mensen willen inderdaad Mindtopia zien. Is te begrijpen. Iedereen wil graag Mindtopia zien. Maar hey, hou er even rekening mee dat ik ook andere video's op mijn kanaal doe. En niet alleen maar Mindtopia. Hallo Svenos. Hoi Svenos. Dus alleen Mindtopia. Dus daar moet echt iedereen rekening mee houden. Dat vind ik wel hartstikke leuk. Ik ga weer trouwens naar Game Mode 0. Dat is wel zo eerlijk weer. Iedereen is in Game Mode 0. Eens even kijken. Wat ga ik eigenlijk kopen voor de volgende keer? Want ik wil binnenkort weer even aanpakken op mijn base. Mijn base is namelijk een beetje poep. Het is een beetje slecht. Als eerste wat ik wel ga doen, even. Ik ga het even kopen. Het is Nether End Shop, Armor Shop, Ore Shop. Nee, ik moet een Redstone Shop. Ik wil namelijk TNT kopen. Want ik wil binnenkort gaan raiden. In de volgende video wil ik wel even een raid gaan zetten. Want dat vind ik hartstikke leuk om te raiden. Het is een tijdje geleden dat ik het weer gedaan heb. Ik had toen een hele leuke cannon geleerd. Dus, nou, 2500. Zo, ik heb 25.000 uitgegeven aan fucking TNT. How about that? Hè? Goed, de volgende keer ga ik lekker raiden. Vind ik jullie hartstikke leuk om te zien, denk ik. Ik heb er heel veel zin in. In ieder geval, jullie hebben mijn acrobatics trainer gezien.
Hartstikke top. Helemaal geweldig. En dat is hartstikke tof allemaal. En je hebt gezien in de PvP Arena. En ik heb nu gezien verteld dat ik de volgende keer ga raiden. Dus ben je op de server. Let goed op je basis. Want wij komen eraan. Ik en mijn matties van de server komen jullie halen. Goed mensen, in ieder geval. Als jullie het leuk vonden deze faction video. Laat nog even een blauw duimpje omhoog. Als je hem super awesome vond. Probeer dan het zo aan te gaan voor 1000 duimpjes. Dus ook al vind je het wel een leuke video. Eventjes op het duimpje klikken. Het is 1 seconde werk. Hopelijk vind je het hartstikke tof. En laat ook even weten wat ik moet maken voor de volgende video's. In mijn basis. Want ik weet niet wat ik allemaal moet doen in mijn basis. Want ja, ik ben niet zo'n faction pro nog, zoals sommige van jullie wel zijn. Alright mensen, in ieder geval, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Zie je graag in de volgende en peace!